Oeh, stoplichten. Oh, nice. Die is groen en die is oranje. Oké, lekker onduidelijk. Wat hebben we hier nog meer? Ik zoek nog steeds Rotterdam Centraal. Waarschijnlijk kan ik daar ook gewoon zo meteen heen gaan warpen of zo. Nee, volgens mij niet. Ik denk niet dat het hier is. Oh, wat is dit? Wat is dit? Ik herhaal. Code rood! Dit kan niet. Kijk hier. JHX Games verkent Geocraft. Dit kan natuurlijk echt niet. Tijdje terug. Deze video. Ik heb hem gemaakt. Ze sturen mij een mail. Hey Jur, lijkt je leuk om iets samen te doen? Ik reageer. Ja, tuurlijk. Lijkt me superleuk. Geen reactie meer gekregen. Helemaal niks. Wat zie ik verschijnen op mijn beeldscherm? Ze hebben een artikel over mij gemaakt. JHX Games verkent Geocraft. YouTuber JHX Games bracht deze maand een bezoek aan onze virtuele land in Minecraft. Oftewel de Geocraft server van Geovoort. Super interessant. Check je onder de video van de bekende YouTuber. Mam, ik ben bekend. Bekende YouTuber. Check je onder de video van de bekende YouTuber JHX Games. Die wil ik wel checken. Als ik goed zeg, hier heb ik ooit een keer een videoclip opgenomen. Wauw. Maar het is iets op YouTube. Ze hebben een video gedownload en niet eens met een YouTuber bijgezet. Waar is het linkje naar? Waar is het linkje van? Portretrecht, ik ga een claim indienen. Nee, dat is een grapje. Ik snap niet hoe juridische dingen werken. Hier is een linkje naar mijn YouTube kanaal, mijn Instagram. Of iets in die richting. Ja, dat vond ik wel een beetje jammer. Maar aangezien het zo'n succes was de vorige keer, ga ik het gewoon weer opnemen. Ja, het had een gesponsorde video kunnen zijn, maar ja, dat is het dus niet. Nou, zijn we dan, hè? Op de server. Mooi. In de vorige video hebben jullie heel erg veel dingen achtergelaten van yo, Jur, je moet hierheen gaan. Dit is de vette plek van Geocraft, dit moet je checken, hier moet je zijn. Dus Rotterdam in Geocraft is het verste af, is al 4 maanden geleden gekomen. Dus we gaan gewoon naar /warp Rotterdam en wij gaan eventjes kijken hoe ver Rotterdam... Mag het dag worden? Oh, dat mag ik niet. Projectleider, naam. Hey, Julian. Komt dicht in de buurt van mijn naam. En Sam Luca naam. Oké, dus we zijn nu in Rotterdam. Wat ken ik zelf voor Rotterdam? Alleen Centraal. Want verder ben ik er nooit geweest dan dat, zeg maar. Dus we gaan even kijken of we wat dingen kunnen herkennen van Rotterdam zelf. Ik kom er dus echt nooit. Dus ik heb echt geen idee. Je hebt daar heel veel bekende bruggen en zo. Maar dat is het ook wel. Dus ik ben benieuwd. Misschien, ik vlieg er gewoon lekker doorheen. Ik kan ook slecht mijn fly speed op 5 zetten volgens mij. Kijk, dan kan ik een stukje sneller vliegen. Dan kan ik er wat sneller omheen kijken. Maar hier... Oh, deze brug, daar had ik het over. Hier had ik het... Dit heeft een naam. Ik ben de naam alleen vergeten. Oeh, we vliegen even over deze brug heen. Kijk eens hoe mooi dit gemaakt is. Nice, dit is ja, zo'n bekende brug volgens mij van Rotterdam. Maar ik weet niet hoe die heet. Wel leuk gemaakt. Wat hebben we hier nog meer? Wat is dit? Het ziet er allemaal wel ontzettend goed en gedetailleerd uit. Sorry, ik kan niet uit mijn woorden. Wel nice, die gebouwen zijn echt heel erg goed nagemaakt. Oeh, echt heel erg sick. Wat hebben we hier nog meer? Ja, deze, wat is dit? De blokfabriek? De blokfabriek. Iets in die richting. Ik weet niet wat het is. Het ziet er wel clean uit hoor. Het ziet er echt heel erg goed uit. Wat is dit? Oeh. Het lijkt op een leuk kantoorpand. Zelfs hier is detail ingestoken. Nou, stel je voor je hebt gewoon een kantoortje hier. Je werkt hier en dan kan je gewoon in Minecraft je eigen kantoor gaan bouwen. Hoe vet is dat? Dus iedereen die 40 is en werkt in zo'n kantoorpand of zo, die kan dan nu Minecraft opstarten en dat gaan maken. Super tof. Ik wil wel eigenlijk naar Rotterdam Centraal. Want dat is het enige wat ik eigenlijk ken van Rotterdam, zeg maar. Wow, deze boot is sick. Wow, hier is eventjes heel erg veel gebouwd. Hey, een tram. Nice, die ken ik niet in Brabant. Oeh, stoplichten. Oh, nice. Die is groen en die is oranje. Oké, lekker onduidelijk. Wat hebben we hier nog meer? Ik zoek nog steeds Rotterdam Centraal. Waarschijnlijk kan ik daar ook gewoon zo meteen heen gaan warpen of zo. Nee, volgens mij niet. Ik denk niet dat het hier is. Oh, wat is dit?
Wat is dit? Oeh, is dit Centraal? Oh nee. Kan ik daarheen wapen op een manier? Ik wil echt Rotterdam Centraal zien. Oh ja, Rotterdam Centraal. Centraal Station. Kijk, hier is het. Was ik in de buurt? Hé, een S-trein. Kijk, hij vliegt. Kijk, dit is de trein van de toekomst, jongens. Wat staat hier boven? Wat staat hier? Ik ga later deze trein verder aan de benen weghalen of doorbouwen of wat dan ook gewoon laten staan. Groetjes, Bjorn. Bjorn, er vliegen nu treinen boven Rotterdam Centraal. Hier wordt ook iets gebouwd. Oké. We gaan Rotterdam Centraal binnen. Kan dat? Oeh, we kunnen Rotterdam Centraal binnen. Oeh, we zijn binnen! Is het hier wat ik denk hoe het normaal is? Ja, je kan hier aan de zijkant altijd naar boven. En dan kan je dus hier op het treinspoor de trein pakken. Oh, daar is serieus... Wow! Shit! Dit is awesome. Dit is echt awesome. Er wordt nog wel flink aan gebouwd, zoals jullie zien. Maar dit is wel heel erg vet. Oh my god. Ze zijn lekker bezig. Centraal Station staat hier ook. Centraal Station staat er ook gewoon heel duidelijk. Volgens mij staat er dan nog hier. Hangt er een klok. Oh, die hangt er ook. Wow, wat? Oké, en dan staat er volgens mij nog ergens Rotterdam. En de detail die hierin is gestoken is echt awesome. Ik herken deze wegen ook. Die gebouwen hier, herken ik die dan ook? Nee, dat zeggen we niet heel erg veel ofzo. Het is wel grappig, omdat je dus gewoon wel delen... Wow, iemand is serieus creatief. Hey, kerst! Allemaal kerstspullen! Iemand is wel serieus creatief hier bezig geweest. Dat is echt awesome. Oké, ik zag in de reacties van mijn vorige video ook nog staan... Jur, ga kijken of circuit Zandvoort er al is. Dat zou echt heel erg vet zijn. Ik word geteleporteerd. Ja! Ja, het bestaat! Oh my god. Ik heb hier zelf een keer over mee mogen racen met iemand anders. Ik zat zeg maar naast iemand anders. Zijn die Formule 1 wagens? Ja, oh my god. Oké, even kijken of ik de bochten ga herkennen. De baan die begint hier. Wat staat hier? Ik heb geen idee. Even kijken, hier is het begin. Cybergona, ik heb geen idee wat het is. Oké, dan gaan we eerst hier overheen vliegen. Ik moet wel mijn fly speed weer op 5 zetten. En dan komt er een bocht naar rechts. Kijk, een grote bocht naar rechts. Ja, nice. Dan gaat hij hier zo deze kant op. En dan komt er hier een bocht naar rechts. En dan een lange bocht naar links omhoog. En als het goed is, komt hier zo'n soort tussenstuk. Ja, kijk. Ik weet dat namelijk op dit stuk, hier mag je eigenlijk helemaal niet komen. Maar ik moest toen een video maken hier. Dus toen heb ik hier gestaan om fotootjes te maken van autootjes. En dan vlieg je hier door. En dan komt er hier uiteindelijk een hairpin aan. Of ja, een grote lange bocht naar rechts. En dan gaan we deze kant op. En dan komt er hier ergens een zigzag volgens mij. Komt hij hier? Of nog niet? Oh nee, dus nog deze kant op. We vliegen deze kant op. Ergens komt er nog een... Oh. Dit zou een botsing veroorzaken. Dat zou niet heel goed zijn. Ergens komt er nog een zigzag. Volgens mij. Of ze hebben hem al zo vernieuwd naar een nieuwe circuit dat het niet meer zo is. Ik ben aan het zoeken naar die zigzag. Huh? Of in mijn beleving was het anders. Ik heb geen idee. Maar heel circuit Zandvoort is gewoon nagemaakt hierin. Hoe super vet is dit? Zelfs met de zandbergen... En dat soort dingen is er gewoon aan gewerkt. Echt super vet gedaan. Oh my god. Het klopt. In ieder geval een grote gedeelte klopt. Maar ik weet niet. Kijk, je kan natuurlijk op meerdere manieren de baan rijden. Dus ik weet niet op welke manier ik de baan toen heb gereden. Maar dit is wel heel erg vet. Ik kan deze bocht ook... Oh, trouwens hier. Dit bedoelde ik gewoon. Hier, kijk. Hier komt een scherpe bocht naar rechts. En dan hier de bocht om. Ja, die bedoelde ik. Nice. Dit is echt awesome. We gaan even kijken of we nog iets gaafs kunnen vinden. Want ik had nog wel genoeg suggesties in de reacties voor jullie gekregen. Een van de top comments die ik heb gekregen is... Ga naar de Waddeneilanden zoals Texel, et cetera. Oké, dus /warp Texel. Dan gaan we daar eventjes heen. Ik ben benieuwd of hier al... werk van is gemaakt. Maar ik heb zo'n gevoel van niet. Nee, aan Texel is nog niets gedaan. Maar ik kreeg ook de vraag of ik naar /Walibi wilde gaan. Even kijken. Welkom in Walibi. Binnenkort kan je solliciteren voor het Walibi team. Let op, een park is tijdelijk gesloten wegens onderhoud. Hey, the way van Walibi. Maar ik vlieg gewoon naar binnen. Even kijken wat we hier allemaal al hebben gemaakt. Ze zijn hier namelijk bezig met Walibi helemaal namaken. Het is echt zo vet dat mensen op dit moment gewoon...
werken aan zo'n groot project als dit. Er zijn echt al veel mensen die eraan mee hebben geholpen. Ik bedoel, dit bouwen, dat is best wel een kunstje hoor. Dat duurt ook wel eventjes. Je hebt hier denk ik een soort spel wat je kan spelen. Ik kan me niet herinneren wat de laatste keer is dat ik in Walibi ben geweest. Blast, dus waarschijnlijk zijn er gewoon mensen die iets leuk vonden van Walibi. Dan gaan ze die locatie opzoeken en dan gaan ze dat gewoon nabouwen. Maar ik vind het in ieder geval echt heel erg vet. Hier worden waarschijnlijk ook nog... Misschien worden hier de blokken neergezet, zodat ze die makkelijker kunnen pakken in Creative. Maar de vraag is, zal een server als dit ooit afkomen? Ik vraag het me af. Wat ik ook nog eventjes wil doen, is naar /warp Efteling. Je hebt namelijk een aparte server die de Efteling namaakt. Ik weet niet of die is gecombineerd met dit. Wow, dit is echt precies zoals het eruit ziet. Dus ik weet niet of dit de server gecombineerd is of dat het hier een soort van opnieuw is gemaakt. Ik ben heel erg benieuwd. We gaan hier van naar binnen via de grote toren en even kijken. Volgens mij is hier de ingang. Ja, dat klopt. Zo is dit echt namelijk ook. Hier kan je dan nog een keer naar binnen. Even kijken. Gastenevenement. Nou, vooruit. We gaan maar naar binnen. En we zijn in de Efteling. Volgens mij is het... Oh, wow, wow. Het is echt wel veel verder af dan ik had verwacht. Wauw. Hoeveel werk is dit? Het is echt bizar. Dat zoveel mensen al mee hebben geholpen hieraan. En ik ben er gewoon maar even die jongen die er even doorheen vliegt. Maar echt alles wat hier is geplaatst is een hoop werk. Echt een hoop werk. Oh, je hebt die minecart rit. Die kan ik me nog herinneren. Wat hebben we hier nog meer? Oeh, achtbaan. Oeh. Ah. Ook Efteling is super lang geleden dat ik daar ben geweest. Dus even kijken. Nee, ik heb geen idee. De namen van de achtbanen, dat zegt mij niks. Die dubbele... ik ga nu een gewilde gok doen en ik zeg Python. Omdat ik twee loopings zie. Maar ik heb echt absoluut geen idee. Oeh, dit is ook nog een grote houten achtbaan. Wow, deze is echt groot. Ik heb laatst een video gemaakt over achtbaan. Ik kan beter hierheen kunnen gaan. Het is veel mooier, man, dan die saaie mappen die ik heb gespeeld. Wat hebben we hier nog meer? Over het water? Dit is echt zo ontzettend vet. Oké, dames en heren. Willen jullie dat ik dus nog meer ga laten zien van deze server? Dat kan. Misschien kan ik samen met de server nog wat leuke dingen bedenken of iets leuks opzetten. Zodat ik met jullie hier misschien zelfs wel aan de slag zou kunnen gaan. Dat zou heel erg vet zijn. Hopelijk hebben jullie genoten van deze video. Ik vond het heel erg leuk. Doe even een duimpje omhoog. Vergeet natuurlijk niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden voor nog meer leuke Minecraft filmpjes. En dan zou ik zeggen, tot de volgende video. En die zal weer morgen om 6 uur. Ciao!